toeristen die dankzij de landelijke reclamecampagne Over Winter in Groningen de komende feestdagen in de stad willen overnachten, kunnen volgens deze folder in 9 hotels terecht. En daarom kijk ik vandaag naar de geschiedenis van de hotels in het algemeen en van de 2 oudste in het bijzonder. De Doelen is het oudste nog bestaande hotel in de stad. Het is ook het enige hotel dat zich aan de Grote Markt wist te handhaven. Ooit zaten er erg veel hotels. Bijvoorbeeld daarnaast, op de plek van het Grand Theater, zat tot 1929 Hotel de 7 Provinciën. En aan de noordzijde van de markt, op de hoek met de Boteringenstraat, zat het Victoria Hotel. En een stukje daar vandaan, hotel, café, restaurant De Unie. Maar bij de bevrijding ging het allemaal kapot en het was daarna vrij spoedig gedaan met deze hotels. Ook in de Herenstraat waren enkele grote hotels. Hotel Willems zat vanaf 1912 in het pand waar nu McDonald's is gevestigd. Bouwlichs Hotel zat vanaf 1886... op de hoek met de kleine Pelsterstraat. En Frigge zat er schuin tegenover. Hotel De Doelen bestaat uit 2 panden. Maar het begon allemaal met het linker gedeelte. Maar het rechte gedeelte, dat heeft de oudste voorgevel. Dat kun je ook zien in de top, 1730. En daarboven staan 2 wapens van 2 mensen met de achternaam Albeda. Je had een Mello Albeda van Rensema en zijn vrouw heette Catharina Albeda van Enum. 2 familieleden dus. Die hebben die gevel laten bouwen. Nou, later woonde daar onder andere burgemeester Jean-François van Iddekingen. Maar daar heb ik al eens een keer een uitzending aan gewijd. Nou, aanvankelijk zat er een steeg tussen deze 2 panden, maar die is dus later dichtgebouwd. De gevel van dit gedeelte is eind 18e eeuw, begin 19e eeuw, dus uit de begintijd van het hotel. En hiervoor zat een podcast bij de kelder, hoorde dat, en die kelder die werd aanvankelijk apart verhuurd. Nou, zo omstreeks 1930 is dit bordes erop gekomen. Goedendag. We gaan terug naar het begin van De Doelen, 1798. Kom even mee. Dit is de achterkant van het oorspronkelijke gebouw. In 1798 werd het verkocht door koopman Rutger Bolmeijer en echtgenote Ida Boekhout. En die verkochten de behuizingen. Die stond volgens die akte aan de zuidzijde van de Botermarkt. De zuidkant van de Grote Markt heette de Botermarkt. En bij die behuizing hoorde ook het erf, de hof hierachter, en een stal. Die stal die stond daar. En een mandelige gang. En dat is deze. Deze steeg. Mandelig betekende dat meerdere mensen er gebruik van maakten. Ook bijvoorbeeld hier de 7 Provinciën. Dit is de achterkant nu van het Grand Theater. Hier stond de 7 Provinciën. Nou, het leuke is, daar zitten die paaltjes.
die waren dat de koetsen die hier doorkwamen, ja, de gevel niet zouden beschadigen. Dit zijn van oudsher de zalen van het hotel. Het begon allemaal met kastelein Jan Tombrink en zijn vrouw Maria Titsing. In april 1798 lieten ze de naam De Doelen registreren. Niet omdat op deze plek de doelen van de schutterij waren, die waren ergens anders, maar omdat ze het een mooie naam vonden. Maar er was een probleem, want Tombrink had eigenlijk het geld niet. De kastelein kon Bolmeijer niet afbetalen. De zaken gingen in het begin kennelijk niet zo goed. En na 7 jaar was het over en uit voor Tombrink. Bolmeijer deed het hotel toen over aan geldschieter Wiggers. Maar ja, die zat er helemaal niet op te wachten om zo'n logement te runnen. Dus datzelfde jaar, in december 1805, verkocht hij het aan de Edammers Jan Antoni Bulsing en echtgenote Barbara de Winter. Dit is een van de VIP-rooms van het hotel. Met zelfs een jacuzzi. En een sauna. Dit was vroeger geen kamer die verhuurd werd. Dit was het woonhuis van de directeur van het hotel. De laatste die dit als woonkamer had hier, dat was de moeder van Sjoerd Kooistra. En dan zat ze hier voor het raam uit te kijken wie er allemaal kwamen en te genieten van het uitzicht, de Martinitoren. Niet alleen de eigenaar van het hotel woonde ook in het pand. Ook de vele personeelsleden, kelners, dienstmeisjes, keukenpersoneel. Nou, waar dat precies was, weet ik niet. Maar hierachter zit een kamer waar er in elk geval één woonde. Dit is allemaal niet verbouwd. Dit is nog een oud trapje. Het is nu een voorraadhok, maar het oude behang op de muur wijst er duidelijk op dat hier vroeger werd gewoond. Na 3 generaties Bulsing werd het hotel in 1876 gekocht door Cornelis Struve. Die had voor die tijd aan de noordzijde van de Grote Markt een koffiehuis gehad. Het was deze Struve die een paar jaar later het hotel in zijn huidige omvang bracht. Hij kocht toen dit pand erbij. En dit was dus de tussenmuur tussen de twee panden die doorgebroken werd. Je kunt het aan de breedte nog wel zien. De familie Struve bleef eigenaar van het hotel tot 1945. Toen ging het over op H.J. de Jager. Vanaf 1970 werd De Doelen gepacht door de heer Horst. En vanaf 1993 door Sjoerd Kooistra, die nu de eigenaar is. Het Doelenhotel was van oudsher een hotel voor de rijke mensen.
Maar in deze kersttijd is het ook wel aardig om te kijken naar een hotel voor arme mensen. Een ander oud hotel van de stad. Het Woon- en Eethuis voor Allen, WEVA. Ja, tegenwoordig het Martini Hotel. Het Woon- en Eethuis werd in 1871 opgericht op initiatief van het departement Groningen van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. En daarom zaten in het eerste bestuur van de NV Groninger Volksgaar Keuken en Kosthuis ook enkele leden van het bestuur van het Nut. Nou, hier is veel veranderd. Het is nu een luxe hotel. Maar er zijn nog wel wat dingen die herinneren aan die vroegere Volksgaar Keuken bijvoorbeeld. Deze grote soeppan. En daar een foto van de oude keuken. Nou, oorspronkelijk hield het hier al op, was hier de achtermuur. Maar daar hangen ook wat foto's die het goed aangeven. Dit was het begin. Dit huisje aan het toen nog niet gedempte Zuiderdiep. Hier het water hiervoor. Nou, in 1878 werd dit verbouwd. En dat was het begin van vele verbouwingen. Dit is de situatie zoals die in 1886 is geworden. Het deel uit 78, het stukje erbij gekomen in 1886. Maar daarmee was het nog niet over. Want ook dit kwam er nog bij. En dat is hier te zien. In de volle glorie. Het stuk uit 1918 en in 1933 nog een paar verdiepingen erbovenop. En daar staat het. Woon- en Eethuis voor Allen, WEVA. De NV, Groninger Volksgaar Keuken en Kosthuizen, zo heette het inmiddels, bleef bestaan tot 1993. Toen had de toenmalige directeur, de heer IJsseldijk, zoveel aandelen in handen gekregen dat hij van de NV een BV kon maken, een besloten vennootschap. Dus het werd een particulier bedrijf. En sinds 2002 is het hotel van Frans Kappenburg en die veranderde de oude naam WEVA in de nieuwe naam Martini Hotel. Nou, dit hotel lijkt me ook wel iets voor het overwinteren in Groningen. Dus even kijken. Aha, een kamer. Tot ziens.